Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator 2016. Mijn naam is Victor en vandaag een hele speciale Train Simulator aflevering, want we hebben een hele speciale combinatie. En welke combinatie dat is, dat zie je na de intro! Goedemorgen driver, vandaag rij je met de DDZ, maar... Oh, er is een spelfout in. Er zijn geen motorrijtuigen meer, dus je moet het doen met deze oplossing. Dat is natuurlijk helemaal geen erg oplossing. En dan gaan we eventjes deze snel aankoppelen. Hoppakee, aankoppelen. Zo, passagiers in en uit laten stappen. Lampjes aan. En dan gaan wij zo meteen beginnen om met deze prachtige combinatie te rijden. Leuk dat je er weer bij bent bij mijn gloednieuwe aflevering van Train Simulator. Zoals je misschien al gezien hebt, een niet hele lange aflevering. Maar als je mij vraagt... Oh, ik denk dat Jerome deze aflevering kijkt en die zegt... Oh nee. Als je aan mij vraagt, wat vind je nou de mooiste route... Nou, dan zeg ik toch wel... dat kan het toch best wel erkennen, mijn land. En ja, sowieso. Zuidwest-Nederland ook, natuurlijk. Nee, ik weet het niet. Maar kennen mijn land heeft een bepaald soort sfeertje. Ik weet niet. Kijk maar eens hier zo. Het ziet er wel leuk uit. En we staan op station Uitgeest. Waar de passagiers inmiddels ingestapt zijn. Ook aan de andere kant. En dan gaan wij rijden vandaag naar... Even kijken, Beverwijk. En tussendoor stoppen wij nog op Heemskerk. Dus gaan we dat ook weer doen. Oké, passagiers zijn ingestapt. Here we go. En we kunnen dit rode sein gewoon skippen. Als de meeste mensen weten, bij mij in het scenario is het altijd raak. Dat ik altijd een rood sein heb. Dus het is niet anders en we gaan het gewoon lekker zo doen. Zo. En ik moet zeggen, ik heb er wel heel veel zin in hoor, in deze aflevering. Gewoon, want weet je wat het is? Ik zit namelijk de laatste tijd met een luxe probleem. En dat is dat ik heel veel leuke ideeën heb. Alleen ik heb geen tijd om het uit te werken. Dus dat is heel erg frustrerend. Maar dit was een van mijn gave ideeën. Deze prachtige combinatie van een DDZ en een NS186. Heb ik niet zelf verzonnen. Maar het idee komt een beetje van Rupke NL. Die had het een keertje in zijn livestream gedaan. En ik dacht, nou dat is wel een leuk ideetje op zich. En ik had het er een keertje, toen was ik een keer te gast in zijn livestream en ik zei, nou ja, dat het is op zich een hele goede combinatie en een hele goede oplossing. En wij snapten eigenlijk allebei niet waarom de NS dit niet doet. Ik bedoel, knap een paar van die voertuigen op, van die DDM voertuigen. Maak ze tot hier en schaf een paar loks aan die 25 jaar mee kunnen. En je hebt weer rijtuigen voor 25 jaar, lijkt mij dan, maar... Ik denk dat de NS liever gelijk nieuw koopt. Ik vind het een beetje apart eigenlijk. Maar geef toe, het ziet er wel heel erg gaaf uit. En een duimpje omhoog als je zegt van, nou, dit mogen ze wel vaker doen. Nou heb ik tegenwoordig iets dat ik door de week een wat kortere aflevering wil. Zoals ik vorige week gezegd heb. Alleen ik denk dat ik er toch maar weer vanaf ga stappen. Jullie vinden het leuk, korte afleveringen. Maar ja, het is een beetje lastig. Weet je wat het is? Het is heel erg lastig om een kort scenario te vinden. Kijk, kennen mijn land is een heel prachtig iets. Dat is heel kort en krachtig. Heel veel mooie dingen zie je in een korte tijd als je nu om je heen kijkt. Alleen, ik denk niet dat het helemaal gaat lukken. Dus je gaat voortaan gewoon door de weeks. De aflevering, daar ga je... ik ga proberen de kortste aflevering en dan op zondag de langste aflevering. Maar vergeef me alsjeblieft als het een keertje anders is. En voor je het je afvraagt, we zijn natuurlijk bezig met een eigen gemaakt scenario. En jullie weten de standaard traditie. Duimpje omhoog en dat betekent dat ik het weer vaker ga doen, zelfgemaakt scenario. Dus laat maar weten wat je ervan vindt. Zo. En we gaan hier de passagiers even in en uit laten stappen. Zo. En dan komen we aan op station Heemskerk. Hele mooie, heel mooi station hier. En dat vind ik nou het mooie hieraan. En ik zit dus te bedenken. Ik weet niet. Maar ik vind dat we de NS eens moeten vragen van... Goh jongens, ik heb het een keertje gedaan. Van, goh, waarom doen jullie dat niet? Toen zei ze, nou het is een heel leuk idee. Maar de desbetreffende service medewerker die wist het antwoord er ook niet op. Maar geef toe, dit ziet er toch gaaf uit. En als je dit nou voorbij
Stel je woont in Heerhugowaard of je woont in Amersfoort of iets in die richting en dit komt voorbij en je mag hierin meerijden, dan kan je mee voor de dag komen, toch jongens? En zo'n lelijke DDR die je dan nu hebt, ja, die kan hier niet aan tippen, vind ik. Persoonlijk dan, hoor. Maar oké, het kan aan mij liggen. Nou, aanstaande zondag dan behandel ik trouwens gewoon weer de comments. Dus daar heb je een comment ingestuurd. No problem, zondag behandel ik ze gewoon weer. En ik denk vandaag gaan we eens een keer wat anders doen. En ik wil een kort ritje, dacht ik. Kort en krachtige rit. En ik denk, nou, dat doen we gewoon lekker met de... ja, hoe moet ik dit eigenlijk noemen? Hoe moet ik eigenlijk deze trein noemen? Een MDDM is eigenlijk dus een DDZ zoals die nu is. En een DDAR is eigenlijk een 1800 eraan vastgeknoopt. Maar hoe moeten we dit noemen? Een NS-186? Ik zeg een DDZ-186. Laat even weten hieronder in de comments wat jij een leuk idee vindt voor een naam van voor deze treincombinatie. En laat ik zeker even een like achter, want dan ga ik het gewoon vaker doen. Kijk eens even jongens, hoe mooi dit hier is. Ik vind het mooi, jongens. Zo. En dan komen we hier aan op station Beverwijk. En ik had hiervoor, dit scenario natuurlijk zelf gemaakt. Hiervoor had ik een hele rare fout. Die ik waarschijnlijk nu niet ga hebben. Of wel? Nee, ik denk het niet. Want waarom in godsnaam staat deze DDZ stil? Dat dacht ik dus net ook. En toen knalde ik er gewoon tegenaan. Nou, als het goed is gaan wij nu naar spoor 2. En moet ik dus nu naar een rechter spoor toe. Hier over een wissel, hoop ik. En anders gaan wij toch gegarandeerd grandioos fout. Ja, kijk. Ik wou al zeggen. Waarom staat deze DDZ hier stil, jongens? Als iemand het antwoord weet, dan mag je het me vertellen, want het lijkt wel of te... Oh. Oh, daar gaat hij al. Oké. Okay. Dus waarschijnlijk wel die over hetzelfde spoor. Waarom? Geen idee. Maar oké. Okay. En dan komen we hier aan op station Beverwijk. En ik vond het een hele leuke aflevering. En nog heel eventjes gewoon voor de dingen. Laat even weten, want ik wil hier meer mee doen, jongens. En ik wil graag dat jullie een reactie achterlaten. Wat je van deze treincombinatie vindt. En misschien moeten we... Ja, ik weet niet. Waarom doet de NS dit niet? Er zijn nog zoveel van die reisstellen over. Ik snap het echt niet. Laat het even weten hier in de comments wat je er een geschikte naam voor vindt. En dan ga ik wellicht de volgende keer hier nog een keertje mee rijden. Nou ja, de volgende keer. Ergens binnenkort. Dus laat even weten wat je van deze aflevering vond. Ik bedank je in ieder geval voor het kijken van deze korte, maar toch wel krachtige aflevering. Ik vond het in ieder geval een gezellige en kort, maar krachtige rit. En hopelijk zie ik je zondag weer bij een gloednieuwe aflevering van Train Simulator. Ik zeg doei! Dat was hem weer, Train Simulator, voor deze keer. En nou, heb je deze combinatie nou gezien? En denk je van, nou, ik weet er een hele leuke naam voor? Laat het dan even weten hieronder in de comments. En daaronder, hier zo onder. Hey, dat is grappig. Daar staat ook zo'n abonneerknop, zo'n rode, weet je wel. Ken je ons nou nog niet? En is dit de eerste video die je van mij kijkt? En denk je van, nou, leuk kanaal. Klik dan eventjes hieronder op die knop, abonneren. En dan krijg je allereerst een update van de laatste video's. Nou, en denk je nou van, nou... Hierboven heb je een hele gave video. Dat is met een normale DDZ. Dat is de vorige aflevering. Hele leuke en lange aflevering. En doei.